Het lijkt net een garnaal door dit licht, omdat ik dan zo roze ben. Jodup gasten en welkom bij een nieuwe Droomdraft met mij, FC Rudy. De vorige aflevering hadden we de eerste ronde van de Droomdraft doorstaan met dit team in vorm Ronaldo de Beast. En voor de rest speelden we het eigenlijk wel prima. We speelden tegen twee personen, we hadden comfortabel gewonnen. En we gaan nu dus de volgende ronde in. Leuk trouwens dat je deze video hebt aangeklikt. Een like zou echt awesome zijn. Dan help je mij en David weer mee en... We hebben een tegenstander gevonden. Ik ben benieuwd wat voor een team hij heeft en wat voor een opstelling. Wij hebben ons team natuurlijk gemaakt tijdens de vorige Team of the Week. Maar hij heeft geen informs. Hij heeft wel echt een ziek netjes team. Met Best en Klein en Milner. Die krijgen allemaal teamgeest zowat. Dit is helemaal geen verkeerde tegenstander. We hebben misschien wel qua spelers een beter team. Maar ik denk dat zijn formatie wat chiller is. Ik kan echt niet tegen dat ik zo roze eruit zie. Door het licht. Want het lijkt echt net een garnaal, joh. Of een kreeft of zo. Oh nee, dat is rood. Oké, als hij nu al gaat wisselen, het is de 5e minuut, dan is hij echt gewoon een pussy. Dan is het helemaal kut. Ja, hij gaat wisselen. En ik mag niet eens zien wie hij erin brengt. Oh wel. Oh ja, tuurlijk. Hey, Ronaldo voor Benteke. Wat een leuke toevoeging aan je team. Even Ronaldo. Even een van de beste spelers van dat spel erin brengen. Oh, dit is een kans voor ons. Martinez. Op James. James. Op, nee. Damn it. Wat? Was nog een goed schot ook met zijn weak foot. Als je je trouwens afvraagt, oeh. Waarom ben je zo netjes gekleed? Ik kom net terug van stage en dan moet ik een overhemd aan, zeg maar. Ik had geen zin om me om te kleden. Ik denk, weet je wat, ik ben zo high class dat ik gewoon een overhemd aan doe. Maar ik moet niet te veel opgaan in mijn verhaal, waardoor ik een doelpunt tegen... Wat gebeurt er? Hoe is het mogelijk? Moraal van het verhaal, gewoon opletten met waar je mee bezig bent. Ja, oh, nee, Ronaldo, ja, boom! 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 0-1. Oh, die viel echt precies goed. Beetje medelijden met mijn tegenstander. Trouwens, helemaal niet. Wat lul ik nou? Hij paast hem gewoon direct in Ronaldo's voeten. Dat moet je nooit doen. Want als iemand die gaat scoren, ja, dan is het Ronaldo wel. Maar dan heb ik altijd de nare eigenschap op FIFA om direct nadat ik gescoord heb een doelpunt tegen te krijgen. Ik weet niet hoe dat komt en ik weet niet wat ik eraan kan doen. Maar ik heb het altijd tot nu toe. Dat was een ziek schot. Oké, mijn tegenstander heeft wel... Redelijk wat ongeluk. En there is Ronaldo. He goes away. Hij is fucking goed. Hij is zo goed. Lekker Cristiano. Nogmaals, echt tegenstander. Medelijden met mijn tegenstander. Het schot van hem was ook echt ziek. Alleen, als je Ronaldo verkeerd gebruikt, dan is het minder efficiënt. Hè? Valt ook helemaal niks aan te doen. Vrije trap. En die... Kan die beter nemen dan de man himself. Cristiano Ronaldo. Ik ben zo slecht in vrijtrappen dit jaar. Vorig jaar 9 van de 10 vrijtrappen vliegen erin. Dit jaar ik doe precies hetzelfde. En dan gaat hij gewoon super hard over. En dan de volgende keer denk ik, nou weet je wat, hij ging over. Ik doe de power wat zachter. En dan gebeurt precies hetzelfde en schiet je hem 20 meter over. Ik weet het ook niet meer hoor, EA. Er is geen touw aan vast te knopen bij het spel. Ja. Oké, het is rust en we staan... Ja, je kan moeilijk zeggen dat je vriend voorstaat als hij 3 keer op de paal en op de lat heeft geschoten. Maar we staan met 2 doelpunten voor. En wat ik zei dat normaal gebeurde, gebeurde dus niet. Dat ik altijd een gelijkmaker tegenkrijg. Dus tot nu toe gaat het gewoon roei. Oeh, ik voel weer een kans aankomen. Vroege voorzet. Jackson Martinez, zet je hoofd er tegen aan die vroege voorzetten. Als je me volgt op mijn eigen kanaal, wat echt trouwens een aanrader is, als je iets beter wil worden in FIFA. Want ik geef allemaal van dit soort handige tricks. Ik heb al eens gezegd, als je een vroege voorzet met LB of L1 geeft, dan gaat die er zo vaak in. Je geeft zomaar een soort van diepe voorzet waar je speler in kan rennen. En dit is zo overpowered als je dan aan de spitskant een speler hebt staan die zo goed kan koppen. En Jackson Martinez, die is dat. Dieptebal, Jackson Martinez, beuk hem erin. Nee, rebound ook niet, valt verkeerd. Oh, lekkere voorzet. Gaat eraan komen. Nee, werd niet... Werd hij wel aangeraakt, maar zo ontzettend zacht gekopt dat hij gewoon niet van richting veranderde. Koekoek, onderschepping. Longshot. Die was er sowieso ingegaan. Oh jee. Oh jee, dit gaat een tegengoal worden. Je voelt het al aankomen. Als je zo verkeerd instapt, dan kan je niet eens boos worden dat je een doelpunt tegen krijgt. Dat is gewoon oliedom. En een penalty. Sowieso een penalty. Vrije trap. Oh, mazzel. Voor mijn gevoel was hij in de 16. Ja, en zijn vrije trap gaat er precies in. Nu moet ik ook gewoon nog opletten dat ik het niet weggeef. Nou, jongens. Ik bestuur mijn verdedigers niet eens of ze laten echt een gat achter. Het was de hele wedstrijd zo solide en hij heeft iets veranderd. En daardoor gaat het nu gewoon echt heel stroef. Ja, Griezmann. Weerkeeper die hem uit de kruising tilt. Jongen.
Lekker hoor. Oh fuck. Een aanval. In de 90ste minuut. Halen weg. Yes! Oké, deze wedstrijd hebben we ook gewonnen. Beter skater. De tweede prijs hebben we sowieso als we de vorige ronde worden uitgeschakeld. Maar daar gaan we natuurlijk niet van uit, want we gaan die ook gewoon winnen. Maar dat zien we volgende week. Want ik heb een wedstrijd gespeeld en dat is wat ik hoor te doen. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Droomdraft. Ik check jullie graag bij de volgende aflevering. Heb jij feedback over de serie? Wil je dat ik liever in het vervolg 2 potjes ga spelen? Laat er dan even een comment over achter. Dan weet ik dat, want ik moet natuurlijk wel zeker weten dat jullie dat ook gaan afkijken. Als jullie dat allemaal graag willen, dan gaan we dat vanaf de volgende aflevering vaker doen. Mensen, bedankt voor het kijken en ik check jullie allemaal later. Ciao gasten.